Wat is de zonnebloem nu eigenlijk? We hebben er wel heel veel over gehoord, maar wat doet de zonnebloem? De zonnebloem is een landelijke vereniging vanuit Breda, daar zit het hoofdkantoor. En dat wordt dan onderverdeeld richting Nederland of over Nederland verdeeld, waarbij dan regio Achterhoek er is. En de regio Achterhoek bestaat hier uit ongeveer 18 dorpen en plaatsjes die elk hun eigen afdeling zonnebloem hebben. En met name de zonnebloem is dus voor mensen met een beperking. Mensen die eenzaam zijn, mensen die alleen zijn. Dus kortom, die behoefte hebben aan aanspraak en aan gezelligheid en aan leuke dingen doen. Ineke, wat voor activiteiten ondernemen jullie zoal? Wat wij zo in het hele jaar doen, we doen ongeveer 8 activiteiten per jaar. En dat is in het begin van het jaar vaak naar de storm, als er een mooie voorstelling is. Dat is heel erg leuk voor de gasten. We maken een huifkartocht bijvoorbeeld. We gaan sowieso in november naar Intratuin Lochem. In december hebben we een kerstmiddag. En daarnaast proberen we nog allerlei andere dingen te doen. En elke keer wat anders. Dus het zijn een theetuin bezoeken of een museum. Of gewoon bij de speeltuin allerlei spelletjes doen, wat de mensen ook heel erg leuk vinden. En dan gewoon een hele gezellige middag, want dat is het allerbelangrijkste, dat het gezellig is voor de gasten. Een bootreis of gewoon in een huisje hier in Nederland. Maar ook de bootreizen zijn heel erg bekend bij de Zonnebloem. Die bootreis wordt echt van top tot teen verzorgd. En er zijn dus ook een aantal verpleegkundigen bij, eventueel een arts wanneer het nodig is. Dat gaat allemaal onder begeleiding. En daarnaast zijn er dus vrijwilligers die dan helpen met eten, met het aankleden, noem maar op, met alles. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie? En hebben jullie misschien nog mensen nodig? Of? Wij hebben op dit moment ongeveer 30 tot 35 vrijwilligers. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken natuurlijk. Ik heb begrepen dat jullie volgend jaar feest hebben. Volgend jaar van ja, we hebben 2 jaar geleden in de coronatijd hadden we ons 40-jarig bestaan. Maar helaas kon dat niet doorgaan. Dat hebben we weer afgelast. En dat hopen we dus als 45 jaar is, dus over 2 jaar ongeveer. Dat we dan toch nog weer in een klein feestje kunnen doen, zeker. En Zonnebloem Nederland, 75 jaar. 75 jaar, ja. En dat is volgend jaar 2023. Maar dus wij hebben al bijna 45 jaar en maken wij daar ook al deel van uit. Willemien. Je bent vrijwilliger bij de Zonnebloem. Wat maakt dat je inzet voor mensen met een beperking? Nou, heel veel vreugde geeft dat voor mij. Je gaat bij mensen op bezoek en je maakt een praatje. Je gaat eens een wandelingetje met je maken. Je gaat eens met ze boodschappen doen of toch een keer een middag naar het dorp. En dat is gewoon heel gezellig. En hoeveel uur ben je daar nou mee bezig in de week? Nou, 1 keer in de 14 dagen een middag. Maar ja, ik help ook wel bij activiteiten. Ja, je ondersteunt bijvoorbeeld bij bloemschikken of ja. Wat doe je nog meer? Ja, bij bloemschikken. En we hebben volgende week zaterdag hebben we potbloemen, zonnebloemen te verkopen bij de Jumbo en bij de Albert Heijn en bij de Gamma. En dan, ja, dan ga je ook een paar uurtjes staan om te helpen. Dus alle kijkers moeten naar de Gamma, Albert Heijn en... De Jumbo? Ja. Om een zonnebloem te kopen om jullie te sponsoren? Ja. Willemien, jullie zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Waarom moeten ze juist voor jullie kiezen? Nou ja, omdat het echt wat toevoegt voor mensen met een beperking. Dat je daar eens aandacht voor hebt en dat ze ook eens gezellig wat kunnen doen. En al ga je er ook maar een hele middag zitten om een spelletje te doen. Maar ze hebben dan toch weer afleiding voor wat alles en toch wat. Het is ontzettend leuk werk. Het is voor de mensen gezelligheid, maar ik denk dat voor jezelf ook. Ja, het geeft jezelf ook heel veel vreugde hoor. Willemien, wat is het volgende uitje wat je gaat doen met de mensen? Dat is de huifkaarttocht, die staat nu op de planning. En dat is ook ontzettend gezellig. Die mensen die genieten dat ze op de wagen zitten. En daar kunnen ook rolstoelen mee op, want daar zit een lift in. En dat is helemaal aangepast? Is helemaal aangepast. En hier door Winterswijk en omgeving? Ja, dit jaar gaan we hier door Winterswijk. We zijn ook al eens geweest naar Erve Kots met de gasten. En dan gaan ze daar een pannenkoek eten. Nou, dat vinden ze reuzend gezellig.